Nou, lieve mensen, ik wil toch even wat kwijt. Ik vind het echt zo erg wat er gebeurd is. En nu zie je wel wat pesten eigenlijk kan doen. Dat de 15-jarige, jij heeft wel een hele moeilijke naam, Taruksan, zoiets, gewoon zelfmoord heeft gepleegd, omdat hij dus gepest werd. En ik weet als geen ander hoe het is als je gepest wordt. Ik vind dit echt gewoon zwaar en zwaar, nou moet ik het zeggen, zwaar kloten. Want die jongens en meisjes, of wie het ook allemaal zijn, gewoon door kunnen gaan met lachen en lol maken en kunnen doorgaan met pesten, nou die hebben gewoon echt een flinke straf nodig. Ik weet als geen ander hoe het is om gepest te worden. Ik ben natuurlijk transseksueel en ik heb het op school natuurlijk ook niet makkelijk gehad. En ook ik heb voor een spoor gestaan of voor een doos tabletten. Ik had ook zoiets van, ik kan er niet over praten, ik moet het kwijt. En de enige oplossing was een einde aan jezelf maken. En nou, die jongen van 15, die Taruksan, die heeft het dus gedaan. En ik vind het echt heel erg. Ik vind echt dat mensen moeten weten dat pesten gewoon echt iemand zwaar, zwaar omlaag kan halen. Als je iemand pest om iemands huidskleur, of om iemand zijn gewicht, of iemand zijn geaardheid, ja, dan denk ik, je zit zelf ook ergens mee om jezelf beter te voelen. Jij wilt je beter voelen om iemand in de grond te werken. En het is je nu gelukt om ervoor te zorgen dat die jongen zelfmoord heeft gepleegd. Applausje voor jullie. Echt. Dat hebben jullie super gedaan. Jullie mogen trots zijn op jullie. Op jullie zelf. Mogen jullie echt trots zijn. Ik hoop dat er ooit een dag komt dat jullie gestraft worden. En dat jullie zelf ook weten hoe het is om gepest te worden. Ooit komt er een dag dat je een keer valt op een stoep, je tand eruit. Of dat je een keer iets krijgt waardoor je heel erg veel aankomt. Kijk als je dan ook kunt lachen. Dan weet je precies hoe die jongen zich gevoeld heeft. In een hoekje heeft hij gezeten. Niet wetend wat hij moet doen. Niemand waar hij mee kon praten. En beroofde zich van zijn eigen leven. Dit is gewoon te erg voor woorden. Ik hoop dat de mensen dit zien. En dat ze zoiets hebben. Ik moet mijn kind vertellen. Of je bent zelf nog kind. En je moet gewoon kunnen inzien dat pesten heel ver kan gaan. Dus stop ermee. Stop met pesten.